Ik kan geen gekke bekken trekken, hè? Ik zal het u maar gelijk verklappen. Ik zal het u maar gelijk verklappen. De bekken trekken deed het niet echt zelf. Dat was een truc. Waar dus juist het toneel op zag komen, dat was mijn broer. Mijn broer wil namelijk dolgraag bij het toneel. En ja, het is een beetje sneu allemaal. Hij goochelt een beetje. Maar niet al te best eigenlijk. Dit was ook een truc van hem. En zo heeft hij in diezelfde lijn een truc met een muis. Hij goochelt een muis weg. En op een gegeven moment heeft hij ook inderdaad nog voor elkaar, de muis is weg. Maar ja, iedereen heeft al lang gezien waar de beest gebleven is. Maar om een spelletje mee te spelen vraag ik hem, goh Wilfried, waar is die muis nou toch gebleven? En dan zegt hij... Nou, toen heeft mijn moeder gezegd van neem jij hem maar mee. En nu is hij dan bij mij officieel man achter de scherm. Ik vind het heel leuk dat hij met me meegaat, moet ik zeggen. Want ik herken veel van mezelf in hem. Ik was vroeger precies zo. Want ja, ik sta nu er wel in de glitter en de glamour van de looks. Maar u moet weten... Ik heb een grootste deel van mijn leven in het onderwijs gezeten. Ik was een bijzonder trage leerling. En ik lag er nogal buiten op de HBS, want goh ja, de jongens daar die praten toch voornamelijk over voetbal, brommers en meisjes. Terwijl mijn belangstelling dan uitging naar borduren. En ik borduurde dan wel harde porno. Maar toch bleef ik om een of andere onduidelijke reden een buitenbeentje. Bovendien was ik nogal een zwijgzaam type. Ik durfde nooit wat te zeggen in de klas. Het tweede jaar begon ik een beetje te praten. Mijn eerste woordjes waren mama en papa. Mijn klasgenoten zeiden toen tegen mij, wij zijn jouw mama en papa niet. Ik was verschrikt weer een jaar stil. Na de middelbare school heb ik werkelijk op alles gesolliciteerd, maar nergens werd ik aangenomen. Achteraf denk ik dat ik kwam omdat ik geen briljant prater was. Stefans kreeg ik op zijn sollicitatiegesprek te horen, wij zijn jouw mama en papa niet. Nou, en Wilfried is eigenlijk nog steeds zo. Hij wil dus nu ook heel graag bij het toneel. En hij zal na de pauze een zelfgemaakt dansje brengen. Dat dansje duurt 42 seconden. Dus u verveelt zich in een minuut. Hij heeft er ook al een klein tekstje bij gemaakt. Dit is het eerste stukje tekst van Wilfried. Ik ben zo'n trage, slome geest. Wat was dat voor wonderlijk sperma dat van een paar duizend zaadcellen ik de snelste ben geweest? Ja, hier kun je toneel niet meer op, hè? Dat kan niet, dat moet allemaal veel zelfverzekerder. Dus ik zeg tegen hem, niet zo bescheiden man, je moet gewoon scheid hebben aan het publiek. Toen zegt hij, welk publiek? Ik zeg, goed zo. En om nou een beetje zelfvertrouwen te krijgen, heeft hij zichzelf opgegeven voor een ego-versterkende cursus. Hij durfde niet goed alleen, of ik met hem mee wou. Ik heb me daar nogal geërgerd op die cursus. De cursusleider zei tegen ons, laat ik jullie dit zeggen. Wat er ook in jullie leven gebeurt, laat je door niemand leiden. Laat niemand jullie zeggen wat je moet doen. Ik zeg, dan maken we zelf wel uit. Ik kreeg gelijk mijn diploma. Terwijl mijn broer nu nog steeds opdrachten van de cursusleider zit uit te voeren. Dat idee heb ik althans, want hij kwam laatst naar me toe met een of ander verhaal. Hij zei iets van, die fiets die jij al jaren hebt. Ik zei, goh ja, wat is er mee? Die fiets die is van mij. Ik zei, nou, dan mag je wel eens poetsen. Vanavond had hij ook nog naar de cursus moeten, maar hij was zo slim geweest om tegen de cursusleider te zeggen,
dat het hem deze week niet zo goed uitkwam. Dat is heel goed, zegt de cursusleider. Echt, dat is heel goed dat je dat ook gelijk zegt, dat je dat niet zo goed uitkomt. Waarop alle andere cursusleden zeiden, ja, dat komt ons eigenlijk ook niet zo goed uit. Uiteindelijk is de cursus voor vanavond afgelast en ik ben blij dat u allen hier aanwezig bent. Om mijn broer er een beetje in te laten komen, begeef ik mij nu achter de schermen. En ik speel voor u samen met mijn broer een korte sketch voor twee heren achter de schermen. Fifteen, love. Thirty, love. Forty, love. Game, set, and match to Mr. Brother.